Dames en heren, jongens en meisjes, ik ben heel erg druk geweest. Ik heb hier kisten vol met allemaal prachtige spulletjes. Waaronder deze hele leuke nieuwe tufblokken. Die zitten er sinds 1.21 in. En die blokken heb ik allemaal verzameld om een begin te maken aan mijn prachtige megabasis. Althans, een begin. Ik heb natuurlijk al die hekken gebouwd. Een voortgang bouwsessie. Ik weet niet echt precies hoe ik het moet noemen. En zoals ik al zei, ik heb in de afgelopen 24 uur heel veel blokken natuurlijk verzameld. Maar het enige blok dat ik nu nog mis. En dat ene blok is een froglight, jongens. Een froglight is letterlijk het laatste blok dat ik nodig heb. Maar daarvoor moeten we een hele kikkerfarm bouwen. Oh, wie heeft daar nou zin in? En zoals jullie kunnen zien heb ik even de kaart geopend. Dit hier is natuurlijk waar we wonen. En als we dan een beetje naar beneden scrollen. Naar dit gedeelte hier. Dit is een mangrove swamp. En dat is dus precies waar we heen moeten deze aflevering. Want daar moet ik kikkers regelen. Die moet ik naar de Nether brengen. En daar moeten we dan een froglight farm bouwen. Nou, laten we maar beginnen. Het enige ding is, jongens, om nou zo ver heen en weer te lopen elke keer, daar heb ik niet helemaal zin in. Maar gelukkig hebben we in de vorige aflevering natuurlijk de Ender Dragon verslagen. En volgens mij heeft Char hier een nieuwe kraam. Die verkoopt shulkerboxes, zoals je kan zien. Die verkoopt rockets en die verkoopt natuurlijk elytra's. Oh, ook een enchanted elytra met unbreaking en mending. Oh, die kost 25 diamonds en een normale elytra kost 20 diamonds. Weet je wat? Ik ga gewoon een enchanted elytra kopen. Pakken we even wat van mijn hardverdiende diamonds. Weet je, we nemen er gewoon 56 mee. En dan gaan we even een elytra kopen. Daar heb ik oprecht heel veel zin in. Mijn elytra, dat kost me dan 25 diamonds. En hoe duur waren de rockets? Anderhalf stack voor 1 diamond. 1 diamond, 2 diamonds, 3 diamonds. 1, 2, 3. Zullen we gelijk shulkerboxen kopen? 4 diamonds voor 1 shulkerbox. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En 1, 2, 3, 4. Hoppakee, dan hebben we nog 8 diamonds over. Maar dan kunnen we eindelijk rondvliegen, jongens. Oh, wat heb ik dit gemist. Wat heb ik het gemist om met een elytra rond te vliegen. En wat kunnen we eindelijk een keer mijn basis van boven zien. Ja, ik vind mijn basis er wel leuk uitzien van boven. Nou, jongens, wens me heel veel succes met het vliegen naar de mangrove. Het is heel moeilijk om te vliegen zonder dat ik daadwerkelijk zie waar ik heen ga. Maar wens me succes. Ik ga er vandoor. Wee! Oké, stap 1 is om even naar de slime farm van Joris en Sharna te gaan. Die hebben hier een prachtige slime farm gebouwd. Althans, prachtig, hij ziet er niet uit. Maar hij werkt als een malle, dus we gaan gelijk even wat kopen. Ik kan nou niet zeggen dat dit zozeer een winkel is, maar ik denk dat ik wel gewoon 1 stack per diamond. Of 1 stack en dan 1 diamond doe of zo, weet je. Dan nemen we ook, zoals je hier kan zien, 8 verschillende buckets mee. Want we gaan even wat kikkervisjes ophalen en die gaan we hier laten opgroeien. Vliegen we over Mandy's Mansion heen, over de basis van Joris. Gezellig. Over het prachtige huisje van meneer KB. En dan zie ik jullie wel wanneer ik in de mangrove biome ben. Oei! Oké, we zijn aangekomen in de mangrove biome. En als je afvraagt waarom ik slimeballs heb meegenomen, dat wil ik heel graag aan jullie uitleggen, maar dan moet ik eerst even een kikkertje vinden. Hallo, kikkers, waar zijn jullie? Oh, ja, hier is er één. Oh, er zijn er twee gelijk en dit zijn perfect. Jongens, ik heb precies deze kikkers nodig. Oké, jullie gaan breeden met z'n tweeën, daarom heb ik slimes nodig. Als het goed is, kijk, dan gaan ze breeden en dan gaan ze heel langzaam richting het water lopen. Kom op, jongens, even doorlopen. Ik wil even dat jullie kikkervisjes creëren met z'n tweeën. Kom op, nou, ga nou naar het water lopen. Hey, wat zitten jullie nou hier te doen? Moet jullie helpen, is dat het? Het water is hier, jongens. Hier. Kijk. Water. Prachtig. Kom maar. Kom maar. Hier is water. Leg jullie eitjes maar hier in het water. Komt-ie? Komt-ie? Juist, daar heb je de eitjes. Goed, en dan gaan de kikker en ik nu even wachten tot deze prachtige eitjes uitkomen en kikkervisjes worden. En dan kan ik die in een emmer stoppen. Echt heel, heel zielig eigenlijk als je erover nadenkt. Ik ga je kinderen meenemen. En als je er op het moment nog steeds niks van snapt en denkt, waarom is Max dit aan het doen? Hoe krijg je froglights? Het wordt vanzelf allemaal duidelijk, jongens. Ik probeer zo min mogelijk uit te leggen en het gewoon allemaal te laten zien aan jullie. En in het proces leg ik het toch stiekem een beetje uit. Jongens, we zijn inmiddels 10 minuten verder, denk ik. En bijna 10 minuten verder en ze zijn nog steeds niet uitgekomen. Dus ik laat ze maar nog een keertje breeden. Kom maar, jongens. Probeer het maar nog een keer. Misschien dat die wel sneller uitkomen. Oh, ze zijn uitgekomen. Kom, 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 kom. Kom hier, jongens. Kom maar hier. Kom maar bij mij. Allemaal meekomen met mij. Jullie gaan allemaal mee naar huis. Waar zijn jullie? Niet wegzwemmen. Niet wegzwemmen nou. Ja, dan hebben we er nog één. Waar is die laatste? Ik weet dat er nog één was. Ik weet dat er nog geen was. Er is er eentje ontsnapt, denk ik. Ik heb er in totaal 4, maar volgens mij zag ik er 5. Ik denk dat ik hem maar vrij laat. Na 4 zou ik in principe genoeg hebben. In de tussentijd hebben ze nog meer eitjes gelegd, dus dat komt op zich wel goed uit. Maar ik wil deze eitjes testen. Kan ik deze meenemen als ik dit hak? Nee, dan zijn ze stuk. Erg droevig. Nou, jongens, we hebben in principe 4 buckets of tadpoles. Die kunnen we meenemen en die kunnen we thuis dan verder breeden. En die andere, ja, die zijn er maar vrij om te gaan. We gaan weer naar huis. Woe, daar gaan we. Boei.
vliegen we weer terug over het huis van meneer KB, zoals jullie kunnen zien. Over de basis van Joris. En dan landen we precies in mijn prachtige magazijn. Hallo Esmeralda. Au. Goed, laten we dan nu even een takenlijstje maken. We beginnen met een verblijf maken voor onze kikkers. Dan moeten we een farm bouwen in de Nether. Dan moeten we kikkers naar de Nether brengen. En tot slot moeten we daar AFK staan tot we genoeg froglights hebben. In principe is het zo simpel. En ik ben benieuwd of het daadwerkelijk in het proces ook zo simpel gaat zijn. Goed, laten we beginnen met ons verblijfje maken. En ik heb witte kikkers nodig. En witte kikkers groeien blijkbaar op in warme biomes. Dus ik denk dat ik dat hier in de mesa of in de desert ga doen. Er staat hier een Nether portal. Huh? Van wie is die? Waar gaat die heen? Wacht, we gaan even kijken. Nee, dat gaan we niet doen. Goed, we kunnen ons kikkerverblijf natuurlijk wel hier maken. Dus laten we heel even wat zand hakken, zodat het een beetje plat is. Graven we een 10 bij 10 gat. Hakken we een paar blokken naar beneden. En dan heb ik echt een paar lelijke blokken bij me, zoals blauwe concrete en een beetje glas. En dan gaan we daarmee proberen een soort kikkerverblijf te maken. Ik heb in mijn leven wel eens lelijke dingen gebouwd, maar ik denk dat dit wel echt een van de lelijkste dingen is die ik ooit heb gebouwd. Welkom bij mijn, mijn kikkerfarm. Laten wij maar even de tadpoles die ik heb, de kikkervisjes, uit deze dingen hier pakken. Hier even naar beneden hakken en dan gaan we ze maar denk ik gewoon hier laten opgroeien allemaal. Zo. Ik denk ook niet dat ze gaan despawnen. Ik denk dat ze wel blijven leven. Zo. Nou jongens, ik wacht wel even tot jullie opgegroeid zijn. Als het goed is worden jullie 4 witte kikkers. Terwijl jullie aan het opgroeien zijn, ga ik denk ik die Nether portal daar even naar hier verplaatsen. En dan zorgen dat hij op de Nether roof uitkomt. Dus dan slopen we deze portal hier. Nemen we die mee. Gaan we bij deze prachtige portal hier naar binnen. Want deze is namelijk van Joris en Char. En die leidt wel naar de Nether Roof. Kijk, dit is precies waar ik moet zijn, jongens. Oh, ik ben alleen de flint en steel vergeten. Goed, laten we even de goede coördinaten opzoeken. En dan gaan we een nieuwe portal maken. Oké, volgens mijn super mooie, coole calculaties zou als ik hier een portal maak, hij uitkomen bij mijn prachtige kikkerfarmpje. Dus laten we even kijken, jongens. We gaan de portal plaatsen. En op hoop van zegen dat dit gaat werken. We gaan het zien. Hij komt uit bij mijn prachtige kikkerfarmpje. Ik ben echt de beste Minecrafter die er bestaat. Ongelooflijk. Ik ga mezelf gewoon in de fik zetten om het te vieren. Zijn jullie al volgroeid, jongens? Nee, jullie zijn nog steeds allemaal kikkervisjes. Terwijl mijn kikkervisjes allemaal aan het groeien zijn, is het dan denk ik tijd voor stap 2. En volgens mij was stap 2 een kikkerfarm bouwen in de Nether. Althans, een kikkerfarm, een magma farm, waar kikkers naartoe moeten. En ik weet niet precies hoe het werkt allemaal, maar ik ga het gewoon bouwen. Gelukkig zijn er tutorials op de grote YouTube. Ik heb er heel veel zin in. Goed, we hebben alle spulletjes die wij nodig hebben verzameld en in deze 2 shulkerboxen gedaan. Ik ben heel benieuwd of inmiddels de kikkers al zijn volgroeid. En ze zijn nog steeds kikkervisjes. Jeetje, wat zijn jullie dikke trage vissen, jongens. Goed, wat ik allemaal heb verzameld. Ik heb hier dit allemaal. Ik mis alleen nog mijn glas, maar dat is nog aan het smelten. Dat ga ik zo ophalen. En we hebben hier deze spulletjes. Dan wil ik hier even de buckets vandaan pakken. En wat extra glas gelijk. Die doen we hier. Buckets doen we hier. En dan ga ik deze gewoon meenemen naar de Nether. Nee! Hoezo kom ik nou weer hier terecht? Ik had... Oh, ik moest deze portal hier natuurlijk ook slopen. Oh, wat irritant. Weet je, dan slopen we deze eens wel even. Goed, dan hebben we de portal hier gesloopt. En als het goed is, kan dit dan niet meer gebeuren. Moet ik wel alleen even de route naar huis zien te vinden? Dat is ook nog wel even een dingetje, denk ik. Ah, kijk, daar zou je de portal al hebben. Nemen we gelijk even al het glas mee dat ik hier in de tussentijd heb gesmolten. En dan gaan we het nog een keer proberen in de Nether portal. Juist, nu komen we wel gewoon hier bovenuit. Goed, dan heb ik online gelezen dat je alleen zo een farm niet te dicht bij bijvoorbeeld een andere farm moet bouwen. En dit is de goudfarm van Char en Joris. Dus laten wij gewoon heel even deze lijn hier volgen. Een paar blokken die kant op vliegen. En dan bouwen we hem gewoon een beetje in de verte hier. Zo, we gaan hem hier bouwen. Plaatsen we mijn prachtige shulkerboxjes. Doen we het glas erin. Perfect. Goed, en dan is het tijd om aan de slag te gaan met mijn Frog Light Farm. Ik weet niet precies, ik kan wel gaan uitleggen hoe ik dit allemaal ga doen, maar ik ga letterlijk een tutorial op YouTube volgen. Dus ik zal het linkje in de beschrijving zetten en dan, als je hem ook wil bouwen, kan je daar gewoon kijken in plaats van dat ik hem uitleg. Laten we ermee beginnen. Het eerste gedeelte van de kikkerfarm, van de Froglight Farm, die is klaar. Alleen nu is blijkbaar het gedeelte aangekomen dat ik de kikkers deze kant op transporteer. Alleen zoals jullie kunnen zien zijn de kikkervisjes nog steeds kikkervisjes en geen kikkers. Ik ga hier maar gewoon even zitten en ik wacht wel tot het gewoon kikkers zijn geworden. Ja!
allemaal leuke kikkertjes. Leuk dat jullie er zijn, jongens. Hey, ik weet dat jullie allemaal familie van elkaar zijn, broertjes en zusjes. Maar ik wil eigenlijk meer kikkervisjes hebben. Dus jullie moeten iets onvergevelijks doen. Gadverdamme, jongens. Dit is... dit wil je toch niet naar kijken? Kijk nou, wat vieze dikke met z'n vieren. Kunnen jullie mij wel aankijken met jullie grote ogen? Maar mijn ogen zijn volgens mij toch echt grote. Goed, wie wil er als eerst... Nou, oké. Jij bent blijkbaar dus mijn experiment. Ik wil zeggen, wie gaat er als eerst mee? Maar zij springen met z'n drieën weg. Kom maar mee, knul. Met mijn kikker in de nether. Ik moet een heel eind lopen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar ik ben met de kikker, dus het komt wel goed. Ja, daar zal je mijn mooie, prachtige megafarm hebben. Het ziet er niet uit, maar... Maar het is een perfect huis voor een kikker. Ik bedoel, hoe kikkervriendelijk wil je het hebben? Kom maar, jongen. Ik hoop dat het naar smaak is. Niet over... Oh, dat is helemaal perfect hoe je dit doet. Wil ik wel mijn lead terug, dankjewel. Hey, knaap, ik weet dat je nu eenzaam bent, maar ik ga gelijk je familie halen. Maak je geen zorgen. Jij bent nummer 2. Weet je wat? Wat doe ik moeilijk? Ik kan ze allemaal tegelijk met... Ik ben ook zo een idioot af en toe, hè. Met 3 kikkers in de nether. 3 keer leuker dan met 1. Jongens, ik vind het een beetje jammer dat jullie niet meezingen. Ik had het helemaal voorbereid. Ik had helemaal een script aan jullie gegeven. Het enige wat jullie doen is een beetje staan hier met z'n drieën. Is ook een beetje overbodig weer. Goed, allemaal omhoog klimmen. Jongens, wel omhoog klimmen. Wel een beetje jullie best doen. Nou, terwijl deze 4 kikkers erin zitten, moeten we eigenlijk wachten om er nog meer kikkers in te doen. Ik denk dat ik er een stuk of 12 in wil. Maar in de tussentijd kan ik denk ik wel verder met de farm. Ik bedoel, de kikkers die zitten er nu toch al gewoon in. Weet je, we kunnen in de toekomst kunnen we nog meer kikkers erbij doen. Maar laten we verder gaan met de farm. Daar kikker ik misschien van op. Jongens, hij is klaar. Het enige wat ik online lees is dat de chains misschien niet werken en dat daar powdered snow moet. Maar laten we eerst maar gewoon heel even hier een platform omhoog bouwen. Ik heb een aantal scaffolding meegenomen. Kunnen we gewoon plaatsen als dat genoeg is, gaan we er bovenop staan. En dan gaan we heel even, laten we zeggen, 10 minuutjes stilstaan. Komen we na 10 minuutjes beneden, werkt het niet, dan moeten we de chains vervangen voor powdered snow. Ik ben heel benieuwd of dit gaat werken. Nou, we hebben genoeg scaffolding geplaatst. Laten we nu maar even omhoog gaan. Wat echt een geweldige manier is om je tijd letterlijk te verspillen. Wacht even. Trouwens, wat doe ik moeilijk? Ik kan gewoon omhoog vliegen. Ik heb letterlijk een elytra. Hier, dan kan ik er gewoon oplanden als me dat gaat lukken. Nee. Oké, soort van. Ik was op de helft geland. Dan gaan we hier een prachtig platformpje bouwen, zo. Waar wij even AFK kunnen staan. Zo halen we die weg. Plaatsen we nog 1 scaffolding erop. Zo halen we die hier weg. Nou, dan gaan we nu even zitten. En dan zie ik jullie over 10 minuten. En dan gaan we kijken of het gewerkt heeft. Goed, we zijn 10 minuten verder. Laten we even een kijkje nemen of er daadwerkelijk allemaal dingen zijn gespand. Wat is dit nou weer? Waarom zijn er zoveel pigments gespand? Jongens, het is geen zombie pigment spawner farm dit. Oh mijn god, zeg maar alsjeblieft dat er in de kisten beneden een paar froglights zitten nu. Leeg, 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 leeg. 2 froglights, ja! Nog een froglight. Nog 4 froglights. Nog 4 froglights. En leeg. Oké, hij werkt dus wel, maar blijkbaar... Niet goed, want er zijn voor een of andere reden heel veel van deze beesten gespald. Ik heb iets fout gedaan, denk ik. Wat nou als ik deze gewoon allemaal ga vermoorden? Oh, nu zijn ze allemaal boos op me. Weet je wat, ik heb genoeg glas bij me, denk ik. Jongens, zitten jullie nou letterlijk allemaal hierin vast? Bij mijn kikkers? Ik ga jullie gewoon vermoorden. Ik ga het gewoon oprecht doen. Oké, dit duurt me te lang. Dit duurt me echt te lang. Ik ga jullie eruit gooien, jongens. Maar ik zweer het, als mijn kikkers hierdoor ook ontsnappen, ga ik jullie echt... Dan word ik echt heel boos. Kom maar. Kom maar allemaal uit. 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 Oh, als kikkers ontsnappen, jongens, echt waar, ik vergeef het jullie nooit. Zo, hoppakee. Ik tel nog 4 kikkers, dit gaat nog goed. En ja, jullie stikken er maar gewoon in, weet je. Hier, ik ga wegvliegen. Ik hoop dat jullie die spawnen. Even kijk, dat meen je. Ze spawnen direct terug in dit... Jongens, jullie hebben vast al een idee waarom dit gebeurt. Laat even in de reacties weten. Ik ben niet zo goed in farms, hij werkt een beetje. Ik heb ook niet heel veel froglights nodig. Blijkbaar heb ik een zombified piglin head, jongens. Oké, daar ben ik op zich wel blij mee. Goed, laten we nog heel even AFK boven staan. Ik denk zo een 10 minuten. Hij werkt niet goed, jongens. Ik heb iets fout gedaan. Maar 11 froglights zijn beter dan 0 froglights. Goed, ongeveer 10 tot 20 minuten verder. Zoals jullie kunnen zien zit hij weer helemaal vol met beesten die we totaal niet nodig hebben. Maar de grote vraag gaat zijn, 4 froglights. 1, 5, 4, 4. Op zich, jongens. Ik bedoel, nou, ik bedoel, hij werkt,
soort van, maar soort van ook weer niet. Ik bedoel, ik heb mijn frocklights, maar hij hoort veel beter te werken dan dit. Maar gelukkig hebben jullie vast wel een goede reactie achtergelaten met een uitleg. Dan heb ik nu al genoeg gedaan in de Nether. Tijd om naar huis te gaan. Zo, dan zijn we weer veilig thuis aangekomen, jongens. Doe even een lekker dutje. En omdat ik in de vorige video mijn ogerhoofd heb weggegeven, is het wel leuk om deze, denk ik, nu hier te... Ja, dit ziet er ook leuk uit. Goed, we hebben eindelijk genoeg blokken om te gaan beginnen aan mijn megabasis, jongens. Klein dingetje. Ik ga niet exact beginnen aan de basis zelf, maar meer aan een aantal andere dingen. Zoals jullie kunnen zien, vinden skeletons het heel leuk om hier bij mijn basis te chillen. Maar wat we gaan doen, is we gaan dit grasgedeelte hier even mooi maken. Niet doen, niet schieten. Hetzelfde geldt voor de andere kant. En we gaan ook even wat lantaarnpalen hier maken, want het is s'avonds nog behoorlijk donker. Dan als je hier binnenkomt, jongens, wil ik een pad maken die helemaal rondom langs de hekken loopt. Ik wil namelijk mijn basis niet tegen de hekken aanbouwen. Ik wil een soort van een vijfbreed pad wil ik helemaal rondom hebben. Dan wil ik vast de outline van mijn basis gaan bouwen. Dus wel de plek van mijn basis, de ondergrond van mijn basis moet gebouwd worden. En hier, jongens, op deze plek en aan de andere kant, waar die creeper nu op me af komt lopen. Hier wil ik een mega grote boom bouwen met cherry leaves. Dus vandaar dat je dat in de kist had gezien. Een hele mooie grote roze boom. En daar komen ook de frog lights van pas. Hele video opgebouwd naar dit moment. En uiteindelijk is het echt een mini detail wat je waarschijnlijk niet eens goed gaat zien. Maar goed, zoals jullie aan de muziek horen, jongens, is het tijd om met de timelapse te beginnen. Boom 1, boom 2, extra details. Een pad eromheen. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Me toch even een timelapse hier weer, hè? Hartstikke gezellig gewoon. Zoals jullie kunnen zien hebben we niet één mooie boom gebouwd, maar twee mooie bomen. Naast dat hebben we hier ook lantaarnpaaltjes toegevoegd. Hebben we dit pad, of dat pad, dit tuintje hier even leuk gemaakt. We hebben hier kleine details onder dit, hoe noem je dit? Dit tuintje of zo, hebben we gebouwd. En je kan het als een soort van, afvoer, hoe noem je dat? Een putje, kan je het zien. Maar ik vond een putje zelf vond ik niet echt bij mijn stijl passen. Dus vandaar dat ik dat mooie koperblok gebruikt heb en daar gewoon een lamp onder heb gedaan. Dus in de nacht is hier nu ook helemaal licht. Dan lopen we natuurlijk even door de prachtige poort. Oh ja, dan heb ik deze blokken hier toegevoegd. Die vond ik wel leuk. We hebben prachtige tufblokken gebruikt als pad hier. En ik moet zeggen, jongens, deze combinatie van deze drie tufblokken. Ik ben hier zo een grote fan van. Nou, dan hebben we hier natuurlijk die mooie boom. Die hebben jullie, kan ik wel over uitleggen. Maar in principe is het gewoon een boom. En aan de andere kant hetzelfde. We hebben een klein tuintje eronder. En waar ik het meest enthousiast over ben. Eigenlijk het minst mooie van deze timelapse, maar de vorm van mijn basis. We hebben een vorm gemaakt, jongens. Dat is stap 1 van mijn megabasis. En ik kan jullie eigenlijk ook al stiekem verklappen, jongens, dat ik al een beetje een ontwerp heb gemaakt voor mijn megabasis. En het ziet er geweldig uit, maar dat gaan jullie waarschijnlijk pas in de volgende video zien. Voor nu ben ik heel blij met het resultaat. Kijk nou hoe dit eruit. Dit ziet er toch gezellig uit ineens. Ik ben zo hyped voor deze basis, jongens. Doe nu even een duimpje omhoog op deze video als je net zoveel zin hebt in de megabasis als ik. Hoe leuk is dat? Goed, ik had de kisten die ik hier had staan heb ik inmiddels ook al opgeruimd. Die heb ik, nou, opgeruimd, verplaatst naar deze kisten hier. Dus opruimen kan je het nou niet echt noemen, het is meer verplaatsen. En ik ga deze kisten niet naar mijn magazijn brengen, jongens. Ik denk dat ik deze kisten naar mijn megabasis verplaats zodra ik daar ruimte heb. Want deze kisten passen allemaal niet in het magazijn. Kijk hoeveel kisten dit zijn. En kijk wat een klein magazijn dit eigenlijk is. Dus dit gaat onmogelijk passen. Oh ja, ik had hier trouwens nog veel meer kisten staan, maar die heeft Sharp voor mij gesorteerd. Dus daar ben ik wel blij mee. Deze blokken hier kan ik ook nog even sorteren. Dan is dit gewoon een keertje een beetje opgeruimd hier. Nou, goed jongens. Als je hier staat, ziet het er natuurlijk hartstikke leuk uit. Maar voor nu hebben we even genoeg gebouwd aan de megabasis. Er zijn nog een aantal andere dingen die ik deze aflevering wil doen. Puntje 1 is mijn bamboe farm. Mijn bamboe farm is natuurlijk hartstikke top. Alleen mijn kist zit de hele tijd vol. Er wordt te veel bamboe gegenereerd. En het ding is, ik wil hier de hele tijd, zoals je nu kan zien, van die prachtige blokken van maken, blok of bamboe. En dat kost mij gewoon moeite. En dat is overbodige moeite. Gelukkig
Gelukkig heb je tegenwoordig in Minecraft 1.21 een autocrafter. Dat is een nieuw item waarmee je het blok zoals dit automatisch kan maken. Laten we even kijken hoe je dat apparaat maakt. Oké, we hebben wat redstone nodig en wat ijzer. Oké, ijzer hebben we hier. Redstone hebben we hier. Dan hebben we een dropper nodig. Dat is één dropper. Dan plaats je onderop de dropper. Daarnaast doe je de redstone. Daaromheen doe je het ijzer. En dan in het midden doe je een crafting table. En op die manier creëer je een crafter. Nou, dit ziet er een beetje uit als een crafting table die iets te veel betaald krijgt of zo. Een beetje een uitsloven. Goed, dan hebben wij een crafter, hoppers en kisten. En dan gaan we even kijken of we dit kunnen regelen dat hij automatisch bamboeblokken maakt. Hoe werkt dit? Wat is de geniale tactiek hierachter? We gaan dit eerst even slopen. Dan gaat waarschijnlijk... Oh, dit was niet heel handig wat ik nu doe. Nee, dit komt goed. Dit komt goed, jongens. We doen het allemaal even hierin. Oké, dan gaat het van deze hopper gaat het de autocrafter in. En dan daarna gaat het... Hierin, werkt dat zo? En in de autocrafter wil ik dat het bamboebloks maakt. Hoe doe je dit? Hoe activeer ik hem? Moet er een redstone bij? Het is natuurlijk een redstone apparaat. Dus je hebt best wel een grote kans dat ik eerst bijvoorbeeld een hendel moet maken. En die moet activeren of zo. Of een redstone torch eronder moet zetten. Die hem standaard aanzet. Misschien moet die ook nog geactiveerd worden. Ik weet het niet. We nemen een redstone torch en een hendel allebei maar mee. Ik ben gewoon redstone aan het bouwen, jongens. Ik ben gewoon een farm redstone ingenieur. En bouwen in één video. Echt, dit is wel een reden om te abonneren. Goed, laten we even kijken of we dit kunnen uitvogelen. Moet die geactiveerd worden? Is dat een ding? Oh, dat is serieus een ding. Yo, hij moet echt geactiveerd worden. En dan, als het goed is... Kijk, dit moet dan nog aan mijn kist aansluiten. Dat doet hij nu, toch? Waarom gaat dit de kist niet in? Of gaat het wel de kist in? Nee, het gaat de kist niet in. Oké, goed. Kijk, ik ga er hier eentje rechts onderin stoppen. En als ik dan een paar keer op dit knopje klik... en die krachten dus blijf activeren, zoals dit... en volgens de kist in kijk... Ja, kijk hier, er zijn hier 10. Zie je? Dus dan werkt hij wel... Dus het redstone systeem moet een soort klok krijgen die hem blijft activeren. Oké, nu wordt het misschien toch te ingewikkeld voor mij, maar ik ga mijn best doen. Maken we twee keer een observer. Nemen we wat repeaters mee. En dan proberen we het gewoon nog een keer. Oh, nee. Oh, ik heb het helemaal verpest. Oké, het valt mee. Schade is beperkt. Volgens mij maak je een redstone klok, of weet ik voor hoe je het noemt, op deze manier. Dat je zeg maar twee van die dingen tegen elkaar aan laat staan. Twee van die observers, die blijven dan activeren. Doe ik het nou verkeerd om? Volgens mij op deze manier. Kijk, ja, kijk, nu blijft dit wordt geactiveerd de hele tijd. Dus als je het redstone signaal ziet, gaat aan, uit, aan, uit, aan, uit. En als ik dit nou naar die crafter breng... Wacht even hoor. We gaan het helemaal ingewikkeld doen, jongens. Komt ie, hè? Waarschijnlijk doe ik dit veel te ingewikkeld. Kan het veel makkelijker. Maar jongens, ik moet het allemaal op mijn manier doen. En dit hierheen brengen. Kijk, dan wordt hij telkens geactiveerd. En dan nu, als het goed is, als ik dit erin zou stoppen zo... Kijk dit nou! Hij werkt! Hij werkt gewoon. Hij zal gevuld worden nu met blokken. Oh, jongens. Wacht, dan kan ik hier nu gewoon heel even oneindig... Ga ik deze er allemaal indroppen? Gaan we even kijken of het werkt. We gaan al mijn bamboe gaan we in dit systeem douwen. Letterlijk al mijn bamboe die ik heb. Zo, hoppakee. Alle bamboe gaat erin, als het werkt. Oké, die bamboe gaat nu langzaam. Dus dan gaan we dit even dichtbouwen hier natuurlijk. Zo, dan pak ik waarschijnlijk weer allemaal bamboe op, irritant. Kijk dit, jongens. Kijk, hij craft het automatisch. Hij vult ze met bamboe, die crafters, zoals dit. En dan maakt hij bamboeblok. En die stuurt hij direct door naar de kist hier. Enig is dat dit er echt niet uitziet. Maar dat maakt niet uit. Het is een fabriek, jongens. Het maakt niet uit hoe het eruit ziet. Het maakt wel uit hoe het eruit ziet. Maar zolang ik dat tegen de kijkers zeg, dan denken zij dat het niet uitmaakt. Oh, de camera staat er nog. Jullie hebben niks gehoord. Het maakt niet uit hoe het eruit ziet. Goed, jongens. Aan het einde van de aflevering zal ik hier terugkomen om te kijken hoeveel bamboeblokken erin zitten. En als het goed is, zal er dan geen normale bamboe meer in zitten. En ik heb het veel te overdreven lang gemaakt. Zie ik nu, het had ook gewoon niet zo lang hoeven te zijn als dit. Maar we kijken even of het werkt en we kunnen het later altijd nog aanpassen. Stel, het werkt helemaal namelijk niet soepel. Dan moeten we een heel ander ontwerp bedenken. Maar voor nu ben ik hier wel even tevreden mee. En voor de cactusfarm hoeft het natuurlijk niet aangepast te worden, jongens. Want ja, een cactus kan gewoon cactus blijven. Waarom zou ik dat... Dat kan je niet eens naar iets anders craften. Ik zou het allemaal kunnen smelten naar natuurlijk groene dye, maar ik denk dat ik dat lekker aan de anderen overlaat, want dat zal me allemaal weer kool schelen en bla bla bla. Mensen moeten het maar gewoon lekker zoals dit kopen. Goed, dan komen we gelijk aan bij het volgende puntje van mijn video en dat is namelijk dat we eindelijk een keertje Esmeralda gewoon gaan curen en een plekje gaan geven. Ik ben zo druk bezig geweest met allemaal grote projecten de laatste dagen dat ik de kleine dingetjes vergeet, zoals Esmeralda natuurlijk. Esmeralda, het spijt me dat je zo lang hebt moeten wachten. Of zo lang hebt moeten wachten. Ik ga nu een Potion of Weakness regelen. En een gouden prachtig appeltje voor jou. Misschien heb ik het zelfs al. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Maar we hebben goud. En dat smelten we natuurlijk even gelijk om. Ja, en het is allemaal omgesmolten. En ik weet eigenlijk niet eens meer waar ik het voor nodig had. Ik heb even een brain fart. Oh ja, natuurlijk een gouden appeltje. Yo, ik heb er maar echt niet... Man, ik heb er maar 8 nodig. Waarom heb ik er zoveel omgesmolten en daarop lopen wachten? Wat sloeg dat op? Ik heb er letterlijk maar 8 nodig... nu
dames en heren, een appeltje. En waarschijnlijk moet ik dan helemaal daarheen. Terwijl ik misschien ook naar Charderhuis kan. Nee, dames en heren, ik zou niet durven te stelen van Char. Ben je gek? We gaan het gewoon lekker zelf regelen, dat appeltje. Goed, het gouden appeltje is geregeld. Nu nog een potion of weakness. En ik heb helemaal nog geen brewing stand. Oh, godverdamme, dan moet ik naar de Nether. Goed, jongens, we zijn in de Nether bij een fortress. En ik moet niet doodgaan door deze dingen hier. Wel wil ik hun gewoon even uitschakelen zelf. In de hoop dat ik misschien zo'n hoofdje krijg. Ik denk het niet. Ik heb geen looting of zo. Maar wat we hier natuurlijk doen, jongens, is we moeten blazers vinden. Volgens mij heb ik wel al van dit spel het Nether Ward, maar ik heb geen blazerot. Hallo, blazers. Zijn jullie er? Ik hoor er eentje. Ik hoor er eentje. Waar ben je? Waar ben je, meneer? Waar is hij? Ben je hierboven? Ik ga waarschijnlijk dood. Ik ken mezelf. Ah. Ah. Auw. En zo'n ander beest. Ah, waarom ben ik zo slecht in Minecraft? Kom maar. Kom maar. Kom dan. Je kan niks. Je kan niks. Jij bent dood. Oké, nu is de blazer voor mij. Nee, ga nou niet zo hoog de lucht in. Niet zo flauw doen nou. Goed zo, een beetje naar beneden komen. Goed zo. Ja, eentje. Ik heb er nog één nodig nu. Jongens, de Nether is leuk, maar ik wil hier altijd het liefst zo snel mogelijk weg. Ik heb één blazerot zoals deze nodig voor de, hoe heet zo'n ding, brewing stand. En die andere heb ik nodig voor de blaze powder. En dan kunnen we Esmeralda redden. En normaal zou ik hier niet zo'n groot segment voor mijn video voor maken. Maar ik dacht, weet je, misschien vinden jullie het wel een keer leuk om te zien hoe ik aan het struggelen ben in de Nether. Weet je, dat is ook leuk. Ook leuk gewoon. Hé, hey, hier is zo'n spannertje. Dat maakt het makkelijk. Dan kunnen we zelfs nog... Ah... Nee, nou maar, ik heb geen zin om hier lang rond te hangen. We doen mijn helm maar even op. Kom dan, beesten, kom dan. Verder de spawnen, die spawn, die gaan me niet eens pijn doen. Ik ben zo goed geworden in Minecraft en in blazerots killen, dat dit is een klein klusje voor mij. Hé, kom dan, jongen. Kom dan. Kom dan, je durft. Hé, kom dan als je durft. Oh, god, hij is er. Auw. Oké, weet je, we moeten maar gewoon zo aanvallen. Ja, oké, we hebben er twee. Dat is meer dan genoeg. Laten we terug naar huis gaan voordat mijn vuurwerk... Oh, mijn vuurwerk. Oh. We gaan zeker terug naar huis voordat het op is. Goed, dan maken we even een prachtige brewing stand. Dat doe je volgens mij zoals dit, ja. Die plaatsen we dan hier op de crafting table. Vullen we even drie waterflesjes. Die stoppen we hierin. Hier maken we blaze powder van. Die stoppen we ook hierin. Netherwart had ik inderdaad nog. Dan stop ik hierin. In de tussentijd maken wij een fermented spider eye. Wat natuurlijk ook het meest simpele recept ooit is. Die stoppen we dan hierboven ineens. Dat gaat niet goed zo te zien. Wat heb ik fout gedaan? Moet ik er geen awkward potion van maken? Is dat een ding tegenwoordig? Vullen we deze drie even opnieuw? Stoppen we ze er maar opnieuw in? Want blijkbaar heb je helemaal niet eens netherwart nodig. Hé, jongens, ik weet tegenwoordig ook niet meer hoe al die Minecraft dingen werken. Hè? Laat mij maar gewoon lekker bouwen. Ja, potion of weakness. Oké, dan hebben we gunpowder nodig. Dat hebben we, gelukkig. Want met gunpowder maak je natuurlijk splash potions. Dat is dan ook weer gedaan. Dan heb ik er in principe maar één nodig natuurlijk. Wat we dan doen is we gooien de splash potion op Esmeralda. We geven er een golden apple. En dan wachten we even een minuutje. Hey, Esmeralda. Je bent gewoon ineens niet meer groen en misselijk. Goed, Esmeralda. Wat gaan we doen? We gaan jou ten eerste gaan we je even verplaatsen. We gaan jou even naar het daglicht brengen. Ik denk dat je dat wel fijn vindt. Dat het gewoon even daglicht is, weet je? Zo, nou, kijk, dat kan je wel gebruiken. Waar is je gezicht? Oh, hier is je gezicht. Dat kan je wel gebruiken. Huh? Wil je me niet aankijken of zo? Wat is dit? Esmeralda, ik heb je genezen. Niet gelijk zo afstandelijk doen. Oh, de jeugd vertegenwoordigt toch altijd. Weet je, ik neem liever gewoon een kat. Dat is veel leuker dan een villager. Weet je, Esmeralda, als straf, als beloning, als weet ik voor je het wil zien, heb ik een hele leuke taak voor jou. Maar daarvoor moet ik één klein dingetje bouwen. En ik denk dat ik dat kleine dingetje ongeveer hier vlak voor het zebrapad wil bouwen. En dit gaat echt heel leuk zijn. Goed, ik presenteer voor jullie de tram van Esmeralda. En hij is klein, hij is schattig, maar hij is wel heel leuk. De laatste details die ik wil doen zijn even deze signs hier verkleuren naar dit. Zo, dit vind ik er leuk uitzien. Hetzelfde hier aan de andere kant. Zo, hoppakee en hoppakee. Dat ziet er wel gezellig uit. Nu is natuurlijk de taak aan Esmeralda om hier binnen te gaan... om hier binnen te gaan staan. En dan gewoon vanaf hier leuk de tram te kunnen besturen, weet je. Hij staat hier op de rails, zoals je kan zien. Althans, de rails op... Dit is mijn denkbeeldige rails. En zoals je kan zien, heeft hij daaronder heeft hij die rails dingen waar hij op rijdt. Hij is al goed in balans, want hij kan elk moment omvallen, zoals jullie kunnen zien. Laten we even kijken of we Esmeralda erin kunnen zetten. Dat gaat ook nog wel een taakje worden. Ik vind het wel echt heel leuk om daar gewoon een nieuw iets te hebben staan, jongens. In plaats van dat ik er in een huis zet, zet ik er gewoon in de tram. Gewoon in het trammetje hier. Maken we nog eventjes één levertje om die deur daar dicht te kunnen doen. Het liefst heb ik hem open, maar ik denk dat het veiliger voor Esmeralda is als hij dicht is. Oké, Esmeralda, als ik dit nou sloop, ga jij dan... Oh nee, ik sloeg je, Esmeralda. Dat was niet mijn bedoeling. Nee. Oh, waar ga je helemaal heen?
Nee, niet hier naar binnen. Hier blijven. Hier blijven. Ik ga waarschijnlijk toch nooit traden met Esmeralda. Het is met je gewoon een siervillager. Maar het is toch wel leuk om het te hebben, weet je. Oké, zoals dit zou Esmeralda alleen hier naar binnen kunnen. Gaan we zoals de deur weghalen. Maar trouwens, kan hij hier nog uit. Oh, dat hebben we nog even op tijd gezien. Oké, als het goed is, kan Esmeralda er nu niet meer uit. Kom maar, Esmeralda. Ga maar naar binnen. Ga maar in het huisje hier. Gewoon in de tram. Gewoon de tram in. Gewoon de tram in. Zo moeilijk is het niet. Hier. Juist. Nee, oh, wat doe ik nou? Nee. Oh, poging 3 om Esmeralda in de tram te krijgen. Inmiddels een hele constructie gebouwd. Als het goed is, kan Esmeralda nu niet ontsnappen. Althans, dat lijkt me. Ja, dat lukt niet meer, hè? Nu moet je wel in de tram gaan zitten. Nee, je gaat niet hier naar boven. Absoluut niet. Sorry dat ik je sla, maar je gaat er gewoon in. Je gaat gewoon hier naar binnen. Ik heb letterlijk een lectern hier voor je staan. Waarom doe je zo moeilijk? Dat hier staat er... En nu vind je het in één keer geen probleem meer. Oh mijn god, je hebt het wiel gepakt. Ja. Ja, Esmeralda zit in de tram. Waar is ze nou? Oh, je bent daar helemaal heen gelopen, joh. Je hebt best wel wat loopruimte, Esmeralda. Je hebt het op zich niet zo slecht. Beter dan die boot. Ik ga wel de deur even proberen te slopen en beter te plaatsen. Zou je er nu uit kunnen, zoals dit? Of is dit te krap voor jou, Esmeralda? Nee, je kan hier waarschijnlijk gewoon uit. En dat wil ik niet. Zo, ik denk dat ik het zo ga doen. Gewoon de deur dicht. En dan zit Esmeralda zit hier gewoon in voortaan. Dan kan ze kiezen welke kant ze op wil. Ze wil, kan deze kant op rijden als ze wil. Maar ze kan ook natuurlijk gewoon deze kant op rijden als ze wil. Nou jongens, zoals jullie kunnen zien vindt Esmeralda de nieuwe tramtaak helemaal geweldig. Ze heeft voor een of andere reden een ooglapje opgedaan. Ik weet niet precies waarom. Maakt me ook niet zo heel veel uit. Esmeralda doet maar waar ze zin in heeft. Zo te zien heeft ze het druk. Dus laten we maar haar gewoon met rust laten en haar werk laten doen, oké? Goed, dan hebben we twee taken gedaan. Dat is namelijk... Oeh, wacht, ik wil even controleren bij mijn bamboe. Dat is een van mijn eerste taken. En die wil ik even controleren. Hoe staat het er nu voor, jongens? Oh, dat is heel wat blok of bamboes, jongens. Zo te zien werkt hij goed. Kijk, hij vult ook automatisch. Moet alleen wachten tot er genoeg bamboe in komt. En dan maakt hij er automatisch een blok van. Nou, dit is toch helemaal geweldig. Nou, dan hebben we de bamboe farm hebben we een upgrade gegeven. Dan hebben we Esmeralda een upgrade gegeven. Dan is het nu tijd voor het allerlaatste puntje van deze video. En eigenlijk ook, als ik erover nadenk, een heel verdrietig puntje van deze video. We hebben natuurlijk onze lieve KB, dames en heren, die hier in dit prachtige varken woonde. Alleen is die meneer KB helemaal naar de jungle verhuisd. En dat is natuurlijk niet zozeer een groot probleem. Ik bedoel, dit is niet zo heel ver weg. Zoals je kan zien, daar is de basis en hier woont meneer KB, dus dat valt mee. Alleen is meneer KB dus meneer Varken vergeten, jongens. Hoe durf je nou meneer Varken te vergeten? Dan ga je verhuizen, dan ga je hier weg en dan neem je dit lieve varkentje niet mee. Gelukkig, jongens, zit meneer Varken in een auto. En dat betekent natuurlijk maar één ding. Ik ga bij hem instappen en meneer Varken, we rijden even naar meneer KB. We gaan jou erachter laten en we gaan even heel boos op hem worden met z'n tweeën, oké? Goed, jongens, zoals jullie kunnen zien is meneer Varken helemaal deze kant op komen rijden. Alleen zijn nummerbord is hier onderweg verloren. Ik weet niet waar die gebleven is. Ik zal wel even een nieuwe voor hem maken. Zo, meneer Varken, ik heb een nieuw nummerbord voor je, hoor. Zo, meneer Varken, dan heb ik ook nog Glow Insect ervoor om een prachtig een kleurtje te geven. Eigenlijk moet hij dan ook nog roze zijn, maar ik moet zeggen, ik vind dit ook wel mooi. Nou, meneer KB, ik weet niet of je thuis bent op dit moment, want hij is wel online op de server, jongens. Maar zodra hij dit ziet... Nooit meer meneer Varken achterlaten, ik zweer het je. Anders adopteer ik hem en dan is meneer Varken voorgoed voor mij. Ik vind het huisje vind ik wel leuk, moet ik zeggen. Jongens, het is een soort simpel huisje. Maar ik vind het leuk wat hij probeert en het lukt volgens mij ook wel goed. Ja, kijk jongens, zoals jullie kunnen zien, meneer KB is wel online. Maar volgens mij is hij gewoon niet thuis op het moment. Ik ben heel benieuwd wat hij hiervan gaat vinden. Ah, goed jongens, wat een geslaagde aflevering is dit. We hebben prachtige bomen daar gebouwd. We hebben mijn oprit een beetje gedaan. We hebben een tremmetje hier gedaan. Esmeralda is genezen. Ik vind het echt een hele leuke aflevering. In de volgende aflevering gaat het helemaal heel spannend worden. Want dan gaan we een begin maken aan mijn megabaas. En ik weet dat ik het zeg elke keer dat we een begin gaan maken. En dit was ook al een begin hierachter. Maar in de volgende aflevering gaan we daadwerkelijk een begin maken aan het gebouw waar ik in kom te wonen. Nou, dat is leuk, hè? Dat is even leuk nieuws. En kleine spoiler vast. Ik heb zo'n 130 stacks witte concrete nodig. Maar goed, dat is een probleem voor de volgende aflevering. Voor nu moet je lekker deze video kijken. Dit is namelijk meneer KB zijn YouTube kanaaltje. En een leuke video van meneer KB. Kijk zeker even. Als je Conrad Veen ontzettend leuk vindt. En dan nu spreek ik later glaasje water. Tot de volgende keer.